Hallo iedereen, hier is Elo hier en dit zal mijn eerste live game zijn op Call of Duty Ghost. Blijkbaar is er al een chemstrike of zo geweest. De hele map is precies kapot. Daar is die map altijd al zo geweest. Ja, ik heb nog niet opgespeeld. Ik speel met de AK-12 silencer en ik denk grip. En het spel is al gedaan. Dit is een van de nieuwste scopes. Een leuk rare scope, maar als je ermee kunt werken, denk ik dat het nog een leuk handig is. Ik zal nog eentje doen. Ik zal voor dit keer naar de eerste klas gaan. Deze map speel ik vooral langs de zijkanten. Flanken dus, omdat de andere zijkant dood gaat. Dus er is iets nieuws toegevoegd in Call of Duty Ghost. Als je sprint en je duwt dan op knife, dan stier je vooruit. Dat is goed voor weg te duiken of zo. Ik vind dat je de tegenstander zeer dat je goed kunt horen met je headset. Zoals je ziet is mijn aim nog niet volledig goed. Ik heb 4 maanden niet gespeeld. Dat ik Black Ops die beu was. Sorry. Yo. We've lost the lead.
SATCOM spotted. SATCOM ready. Kill confirmed. Kill confirmed. SATCOM uplink enabled. Spons, Texan zegt dat niets. Zoals je kunt zien. Ik had al gezien van de betere wapens. Wordt veel met Silencer gespeeld. Ja, zoals je kunt zien ga je in de game met als redelijk krap dood. Het kan ook natuurlijk aan meenemen. Ik denk dat het bedoeling was wel dat die Ghost het spel niet anders leren spelen. Niet rushen met mijn weer bij komen met wie. Even geprut. Oh, het spans. Soms is het een beetje in je voordeel, soms niet. Wel. Wat waren de maps die dat die groot zijn? Veel van de hotspots. Een tijdje weet je ze wel te vinden natuurlijk.
Zie hem momenteel aan het winnen zijn. SATCOM uplink enabled. Friendly SATCOM active. Lost net. Hopelijk een dok. Geen chance, merk ik. Allee, man. Natuurlijk kan ik die afweten voor de vijand. Ja, het zijn van die vele campers. Godverdomme, coveranden nou aan de PDW, drie bursten aan. Drie detects, als het niet ver is. Of kun je onder de teaser staan? Relatief goed gespeeld. Dank voor het kijken en subscribe voor meer.